Familieleden en vrienden van de doodgeschoten porknokker hebben vanmorgen geprotesteerd voor het gebouw van de Nationale Assemblée. De emoties liepen hoog op en er werd om versterking van de politie gevraagd. Parlementariër Wendel Assadang hoorde de mensen aan en probeerde hen tot kalmte te brengen. De groep gaf aan dat ze zich bedreigd voelden door de aanwezigheid van zoveel politiemensen. Assadang verklaarde tegenover onze nieuwsdienst dat de groep niet is gekomen om ruzie te maken. Het lijk is voor onderzoek in beslag genomen, maar ze willen dat het lichaam van de overledene wordt vrijgegeven. De familie van die jongeman is hier voor de Nationale Assemblée. En ze hebben aangegeven dat ze nog steeds dat lijk niet kunnen bezichtigen. Dat is een van die zaken die ze hebben naar voren hebben gebracht. Ze uiten bepaalde bedreigingen, maar ik denk dat dat meer te maken heeft met de emoties die spelen. Ze vragen dat ze dat lijk willen en dat er geen sectie op dat lijk gepleegd mag worden. Een vierde punt wat ze hebben aangegeven is dat ze de president willen zien. Ik begrijp dat, wat het allemaal betekent voor mensen wanneer je iemand van je hebt verloren. Het is niet makkelijk en op, laten we zeggen, op zo'n manier. Waar ik denk dat men dat ding even misplaatst, wanneer men hoort over onderzoek plegen. Ik denk dat de overheid of de politie, binnen de politie sowieso onderzoek wil laten plegen, wil laten doen, om te weten te komen hoe dat allemaal aan toe is gegaan. Maar wanneer zij dat horen, denken ze dat men sectie gaat plegen op dat lijk. Hoewel dat niet het geval is, denk ik. Maar dat hebben ze wel aangegeven dat ze dat lijk, ze willen niet dat er sectie gepleegd wordt op dat lijk. Ze willen het zien, want nu kunnen ze vanaf dat, de dag dat het gebeuren heeft plaatsgevonden, hebben ze nog dat lijk niet kunnen bezichtigen en dat is wat ze willen. Volgens Whitney Alubutu, zus van de doodgeschoten porknokker, is de familie niet naar de stad gekomen om geld te zoeken, nog om ruzie te maken. Unkosuku unliti lekbus kondrisma. Uwansabi pe den boy musuroko fusuku den debrede, zegt de zus. Actie, toch? Vade soet mip timbrada kiri. Alla de sanda to ook actie. Sang a bedrijf of a regering. Sa de odo go in februari mimma de ober mimma. En teik baber wansma inok bananga ala san ete. Trasan da bakato. Wansabi san de van plan fudugu na asandis. Unokosuku moni na den. Ukosuku uleti. Ukosuku apresi. Wansap mek de soru apresi. Pede boy mus wroko. Pede boy mus wroko fufende deibrede. Na asandak ukosuku. Na dat ukosuku tidepe usnabja. Dus ala de sandak ukonfko aksi. En uwan kis antwoord op de vragen zou we stellen. Uwan kis antwoord. Uno wan kontide en tamara da uno yere next. Uwan yere wansan. Uwan sabi. Ala de sansa uko aksi ja kis wansan fde. Kis wansan si tak de vragen zou we stellen ja. To. Tak de ma behandel de vragen dape insei. Dat was Whitney Alubutu, zus van de doodgeschoten porknokker. Ze is vanmorgen met familie en vrienden naar de Nationale Assemblée geweest. De familie wil onder meer weten wanneer het lijk van de overledene wordt vrijgegeven.